Op 20 maart 2023 bestond de Barendse Watersportvereniging 100 jaar. Met een receptie in de Speelloos en een programma in de grote zaal werd het gevierd met leden, oudleden en ereleden. Burgemeester Mark Roel had ook nog een mooie verrassing. Naast het bestuur is een grote groep enthousiaste leden betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. En de vereniging bloeit als sportvereniging voor alle leeftijden in de regio Baarn, Soest en omstreken. Maar ik weet dat er heel veel mensen echt tot laat, late leeftijd, nog enthousiast in de roeiboot zitten. Dus dat is echt wel zonder dat je last hebt van je rug. Dus ik heb net gehockeyd, dames en heren. Ik loop een beetje moeilijk. Dus misschien wordt roeien toch mijn volgende uitdaging. De vereniging beschikt over een ruime vloot roei- en zeilboten voor alle leeftijden en voor beginnende tot gevorderde deelnemers aan wedstrijden. En de vloot wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld, zodat de leden over uitstekend materiaal kunnen beschikken. Maar ik sta hier natuurlijk als burgemeester van Baarn om u te feliciteren, maar ik sta hier ook namens Zijne Majesteit de Koning vanwege een bijzondere gelegenheid. Want Zijne Majesteit de Koning heeft gunstig beslist op het verzoek tot de toekenning van een koninklijke erepenning ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Baarnse Watersportvereniging. Van harte gefeliciteerd. Nou, dit was echt een feest in de zaal. Het was zo ontzettend leuk. En dat we een koninklijke erepenning hebben gekregen, dat vind ik echt een waardering voor onze vereniging. Het mooie is dat er altijd discussie in de vereniging is of we nou iets aan penningen en eretekens moeten doen en zo. Eigenlijk, waar slaat het eigenlijk op? Maar aan het applaus te horen vinden jullie het wel heel erg leuk. En dat deel ik. Nou, ik maakte er net al een opmerking over. Ik heb behoorlijk last van mijn rug. En ik hoor altijd van iedereen, ja, het is geen belasting voor je rug roeien. Dus, nou, wie weet. Oud-bestuursleden die op het podium stonden met mooie verhalen. Het was heel gevarieerd en erg veel leuke reacties. Ook uit de zaal tijdens de middag. Dus ik kijk terug op een heel mooi begin van ons jubileumjaar.